Wanneer allergieën toeslaan, reageert het lichaam op allergenen door een ontstekingsreactie op te starten. Laten we dit proces eens nader bekijken. Het immuunsysteem is ontworpen om een ontstekingsreactie tegen pathogenen te initiëren. Bij allergische rhinitis reageert het lichaam op onschadelijke deeltjes zoals huisstofmijt, schimmels, dierenharen of pollen op dezelfde manier waarop het reageert op schadelijke virussen en bacteriën. Wanneer allergenen de neusholte binnendringen of in contact komen met de ogen, start het immuunsysteem de ontstekingsreactie op. Deze cascade van stoffen zorgt ervoor dat de neusgaten ontsteken en opzwellen, wat allergiesymptomen kan veroorzaken. Deze kettingreactie staat bekend als de ontstekingscascade en omvat verschillende belangrijke mediatoren. Onder andere histamine, prostaglandines, tryptazen, chemokines, cytokines en leukotrienen. Deze stimuleren de zenuwen ter hoogte van de neus en de ogen en veroorzaken jeuk en niezen. Ze veroorzaken ook vaatverwijding. Het resultaat is een ontsteking, loopneus, verstopping en niezen. Wat de slaap kan beïnvloeden en het moeilijk kan maken om dagelijkse activiteiten uit te voeren. Otrivine Anti-Allergie controleert 6 belangrijke ontstekingsmediatoren die de symptomen van uw patiënten kunnen veroorzaken, waaronder jeukende ogen, waterachtige ogen, jeukende neus, loopneus, niezen en neusverstopping. Zo blijven uw patiënten hun allergieën de baas.